Allemaal de troebelen van 50 plus. Victor Park, want vandaag, ja hoor, sterker nog, politie moest erbij komen. Ik wilde zeggen, ja hoor, er was weer een onmin. Maar politieinzet hadden we geloof ik nog niet meegemaakt op het congres. Het is wel een heel bijzondere manier om je politieke concurrent uit te schakelen in die zin. Wel origineel, maar niet helemaal des Hollands eigenlijk. Nee. Het is ongelooflijk. Wel een linkje ook. Gerard van Hoofd, tegenkandidaat en Verkoelen, de kandidaat van het bestuur. Van Hoofd dacht, raadslid ik kan hier het in ook. De stad. Ja, zeker. En zij zou het worden, en dat is eigenlijk al heel lang bekend als het ware. Eigenlijk sinds Liane Den Haan zich heeft afgescheiden van 50PLUS, het huidige Kamerlid, dat de partij ook vanwege onmin heeft verlaten, zou het Ellen Verkoeijen worden. En dat is dus stuk gelopen vandaag op het congres met een tegenkandidaat. En die tegenkandidaat is al twee keer geprobeerd uit de partij te zetten. En dat is maar niet gelukt. En dan begrijp je wel dat onlangs hadden wij een groot verhaal in EW over plofpartijen. Partijen die door ruzie ten onder gaan. Nederland heeft er lang geschiedenis van. Toen zei oud-voorzitter van 50PLUS ook tegen ons. Ja, ik voel eigenlijk wel wat voor hoe Geert Wilders zijn PVV heeft opgericht. Wilders is het enige lid. Die heeft niet zo heel veel last van onmin. Al zie je daar ook deze week Harm Beertema. Zeker. Kreeg nummer 16 aangeboden op de lijst. Hij heeft toch een heel lange staat van dienst. En zegt gewoon, ik neem daar geen genoegen mee. Ik stop ermee, dan maar niet. En dat is... Er zit toch in relatief jonge partijen altijd een bron van onrust. En dit vandaag bewijst maar weer hoe belangrijk het is om goede, stevige statuten te hebben als partij. Ja, want daar loopt het op. In jonge partijen inderdaad, die lopen een groot risico. We kunnen al die partijen aflopen, maar die kennen we allemaal wel. Maar de oudere partij en eerdere variaties daarop in de geschiedenis, Marcel, het gaat altijd mis. Wat is dat toch met oudere mensen? Nou, ik vind dat te veel vrije tijd. Ik nu meteen moet zeggen dat er inderdaad ook oudere mensen zijn die geen ruzie maken. Laten we dat ook meteen even vaststellen. Ik denk dat in die partijen mensen boven komen drijven die altijd de baas hebben gespeeld. En misschien een beetje uitgerangeerd zijn in de maatschappij. En dan denken, nou, zo'n partij, daar kunnen we nog wel even de baas spelen. Ik denk dat het een heel vaak een kwestie is van macht. Misschien ook omdat het ouderen zijn, dat ze nog niet helemaal in deze tijd zijn geland. Zou ook allemaal kunnen. Het is allemaal speculatie, maar het is natuurlijk vooral leedvermaak. Ja. Victor is toch ook wel een beetje, hij is heel uiterst serieus, maar hij moet er natuurlijk toch ook wel een beetje om lachen, want ja, je hoort 50 plus op het nieuws en dan is er iets aan de hand. Ja, altijd ontruiming, hè? Ja. Zo. Ik denk,